Hey, vandaag heb ik voor jullie een shoplog. En daarna ga ik nog even mijn haar laten zien. Want, of weet je, dat doe ik als eerste. Jullie konden al een berichtje lezen op de site dat ik mijn haar had geknipt en geverfd. Dat viel ook niet te missen. Dat geloof ik graag. En ik zal het nu nog even van dichtbij laten zien. Het is dus bruin geworden, voor het geval dat je dat nog niet had gezien. Er zit verder geen gloed overheen, dus het is niet rooi of paarse gloed. Gewoon, de kapsel noemde het matbruin. En dat wilde ik ook wel graag. Ik vind het zelf wel heel erg donker. En ik moet er ook nog ontzettend aan wennen. Maar ik ben het met iedereen eens, of tenminste met merendeel, dat het niet verkeerd staat. En ik vind het wel een hele leuke verandering. En die blonde kleur die ik had, ja, dat kon naar mijn mening toch echt gewoon eigenlijk niet meer. En ik werd ook steeds donkerder van mezelf. Ik was net als mijn moeder vroeger heel erg blond. Toen kreeg ik rond mijn 14e pijpenkrullen, of rond mijn 12e of zo. Nou, die hebben er een paar jaar in gezeten, net als mijn moeder. En toen ging ze weer weg. En daarna werd ze steeds donkerder en ik ook werd ook steeds donkerder. En nu zit ik eigenlijk tussen deze kleur en mijn oude blonde kleur in. Het is echt gewoon zo'n net niet kleur. Het is een beetje van het peper en zout stijl verhaal. Het ziet er gewoon niet leuk uit. Dus toen blondeerde ik het nog wel eens, vooral met highlights bijvoorbeeld. Maar ja, je blijft op een gegeven moment bezig als je haarkleur, je eigen haarkleur donkerder wordt en je blondeert het elke keer. Dan, ja, je blijft gewoon bezig. Na een paar weken zie je het weer een beetje. Of, nou ja, goed. Het was gewoon, ik was er niet tevreden mee. En toen zat ik bij de kapper. Ik vertelde dat ik het ooit wel eens bruin wilde verven. En ze was helemaal enthousiast en was echt een hele leuke meid. Nou, het zou je geweldig staan, bla bla bla. Dus ik zat zo in die stoel en dacht, ik was jarig geweest, toch? Dus ik dacht, nou weet je, ik doe het gewoon. Ik kan wel weer een pakje verf halen en samen met een vriendin verven. Maar wie weet pakt het echt helemaal verkeerd uit. Dus laat ik het voor één keer eens een keer gek doen en het bij de kapper laten verven in bruin. Nou, dit is het eindresultaat. Ik kreeg allemaal leuke reacties al van jullie. En zelfs mijn vriend vond het leuk. Nou, dat is een wonder. Want die zegt altijd, ik wil lang en blond zoals de meeste mannen. Maar hij vond het ook leuk. Dus dat was fijn. Dus ik ben er zelf wel tevreden mee. En verder, ja, ik had het graag wat langer willen hebben. Maar ja, ik had vorig jaar om deze tijd nog een bob. Dus het is behoorlijk wel weer bijgegroeid. Dus het komt vanzelf. En er zitten heel veel laagjes in. En ik hoop dat ik het op een gegeven moment zo lang kan hebben. Want dat is toch wel de lengte waar ik weer naartoe wil. Ik doe het nu even vast, want ik heb het niet echt veel aan gedaan vanochtend. Nou ja, dus dit is mijn nieuwe haarkleur. Ik hoop voor degenen die benieuwd naar waren in een filmpje dat die zo zeg maar genoeg hebben gezien. En ik denk dat ik binnenkort nog even een filmpje ga opnemen met mijn haarroutine. Dus producten die ik gebruik en al dat soort dingen. Dus nu gaan we over naar de shoplog. Het eerste product dat ik kocht was van Catrice. Uit, volgens mij heet het de Oceana lijn. Colors of the Ocean, ja. In de kleur, even kijken, Ocean Sunrise. En nou, deze kleur komt helemaal niet overeen met de lipstick in de huls. Want die is namelijk zo. Ik heb hem nu ook op mijn lippen. En ik zal er natuurlijk een review van schrijven met de swatches. Maar hier kun je hem alvast zien. Leuk kleurtje. Het is een beetje koraalroze. Een beetje licht transparant. Verder ben ik nog naar de MAC counter geweest. Want Pret à papier collectie lachen. En er waren allemaal hele mooie producten die erin zaten. Maar ik heb mezelf beheerst. Ik heb niks gekocht. Ik vond het toch allemaal, het was een hele mooie collectie. Maar ik wilde toch even liever wat andere dingen van dat geld kopen. Die ik wat meer nodig had. Dus ik heb me bedwongen. Volgende. Ik pak gewoon willekeurig dingen uit de tas. Want ik stop altijd alles in één tas. Zodat het milieu nog enigszins gespaard wordt van alle tasjes die je anders krijgt. Even kijken. Nou, bij de Zeeman. Ik koop wel eens wat dingen bij de Zeeman. Dat boeit me niks. Kocht ik een tenenspreider. Want die was kwijt. Nou, dat kost daar maar 50 cent. Dus dan denk ik, nou, waarom niet?
En sokken. Want mijn sokken gaan altijd binnen de kortste keren kapot. Of ik nou 3 paar voor 10 euro bij de V&D koop. Of 3 paar voor 2 euro bij de Zeeman. Het gaat even snel stuk. Dus, en deze vond ik echt super schattig. Op eentje zit zelfs nog strikjes. Dus deze heb ik gekocht. Prima dingen. Oh, die lipstick was trouwens 3 euro. Weet u dat ook weer? Nou, hier heb je Smarties. Even kijken. Toen ging ik naar de Sting. Twee dingetjes gekocht. Ik merk echt dat ik ook anders begin te kijken naar kleuren van kleding. Want het is natuurlijk best wel weer even een verandering met je nieuwe haarkleur. Zo heb ik ook echt ontzettend mijn wenkbrauw bij moeten kleuren vandaag. Misschien dat ik ze laat bijverven. Maar als het prima werkt met gewoon wenkbrauwpoeder of een potloodje, dan hou ik het zo. Want wenkbrauwen verven, dat is zo ook weer uitgegroeid. Goed, bij de Sting kocht ik een ketting. Ik draag eigenlijk nooit kettingen. Maar ik vond deze wel echt heel erg mooi bij mijn haar staan. Ja, die lipstick is nu net even niks. Maar ja, ik vond hem wel heel erg mooi nu bij mijn huid staan. Met dat blauwe. Dat steekt echt mooi af bij dat bruine haar. Dus deze was maar 2,50. Was in de aanbieding. En verder kocht ik nog een jurkje van de Sting. En die was afgeprijsd van 20 euro naar 10. Zo'n blauwe kleur. Een soort heel groot overhemd jurkje-achtig dingetje. Ho. Dus dat was ook weer helemaal prima. Deze is van Sutherland. En heeft van die leuke opgerolde mouwtjes. En leuke knoopjes. Dus die heb ik gekocht. En dat was het alweer, geloof ik. Behalve dan nog een föhn. En ik ben heel benieuwd naar deze föhn. Hij kostte namelijk maar 10 euro bij de Kruidvat. Zoals jullie weten, ik ben helemaal niet iemand die iets met zijn haar doet. Ik heb wel een föhn, een hele kleine, echt zo'n dingetje. Met 1 warmtestand en 2 snelheden. En dat werkt eigenlijk gewoon prima voor mij. Maar ik was wel eens benieuwd naar meerdere warmtestanden en een diffuser. Diffuser. Dus ik stond al bij de wat dure föhns te kijken. En ik dacht, ja, ik weet het niet. Ik weet niet of ik dat wel zo zou gaan gebruiken, zo'n dure föhn. En toen zag ik deze ligt voor 10 euro. En toen dacht ik, weet je, ik probeer het gewoon eens. Zo goedkoop, ja, doe ik niks. Dus ik zal hem even openmaken, want ik heb er zelf nog niet naar gekeken. Dit is de föhn. De kop zeg maar op zich. Kijk, er zitten 2 snelheden op. En 3 warmtestanden. Oh. Dan hebben we hier de diffuser. Die kun je erop zetten. Kijken. Zo. Oké. Okay. En de kap op zich. Of de mond, hoe noem je dat ding? Ik moet alleen nog even kijken hoe ik dit erop krijg. Zo. Dus dit is hem. Ik ben benieuwd. Als jullie een review willen zien, laat me dat even weten. Dan doe ik dat voor degene die hem willen zien, zeg maar, de review. Dus een föhn, een jurkje, ketting en wat andere vreubelspulletjes. Dat is wat ik heb gekocht. Verder nog cadeautjes voor mijn broertje, maar die zijn niet echt interessant om te bekijken. En daarnaast ziet hij misschien dit filmpje wel voordat hij het heeft gekregen. En dan is het alweer verklapt. Dus, bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer weer.